Dag iedereen, we staan hier bij Giro Jonik en die hebben in 2018 een prijs gewonnen van Tumult voor de week tegen pesten. We gaan eens horen hoe ze dat gedaan hebben en wat ze allemaal doen in een Giro om pesten tegen te gaan. We hebben ook een micro en een bal gestoken om de social distancing te kunnen respecteren. Hallo, ik ben Maxime Ferrin, groepsleider van Giro Jonik. Ik ben Matthijs Adriaan, oud-leider van Giro Jonik. Voilà, dat werkt goed. Hè? Ja. In 2018 hebben jullie een prijs gewonnen van Tumult over de week tegen pesten. Dat is, ik begon, ik had dat gewoon tegengekomen op Facebook. Een advertentie die erop kwam van Tumult. Zo, hij moest specifieke vragen een beetje beantwoorden. Wat pas je aan in je spelletjes en al voor toch pesten en al tegen te gaan? En dat bleek wel daaruit dat we wel redelijk veel doen daartegen. De spelletjes worden zo gemaakt dat iedereen wel een keer wint. Allee, dat iedereen wel een keer er bovenuit steekt. En dat maakt een verschil. Zo, ja, zo wordt er ook niemand uitgelachen en zo komt er ook op neer dat iedereen hem goed voelt in de groep. Wat we ook wel doen is zo veel contact met de ouders. We gaan op huisbezoek bij de ouders en dan heb je ook wel het gevoel dat de ouders wel echt meer open zijn tegenover de leiders en al. Het is ook niet dat we zo een hele actie of zo hebben opgezet. Eigenlijk pesten wordt eigenlijk weinig benoemd zo in de Giro. Het zijn vooral kleine aanpassingen die we doen en daarvoor zorgen dat de hasjes onder jeun in de Giro en ook allemaal onder goed voelen. Dat komt eigenlijk op neer. Amai, dat klinkt echt super. Ja, dat is echt heel uitgebreid en heel ben onder indruk. En we merken ook wel echt dat werkt. Dus ja, we zien dat goed werkt, dat de gasten een amuseren ook. Ik denk dat vooral dat is eigenlijk die belangrijk is. Dus ja. Eigenlijk zo tips voor andere Giro's die zien dat er serieus gepest wordt. Wat doe je eigenlijk als je echt ziet dat er iemand gepest wordt? Dat kwam er eigenlijk een beetje op neer en ik heb dat een beetje verleden met extra time Frank Kraas of zo. Eigenlijk, ja, dat komt er eigenlijk een beetje op neer dat de leiding zo Frank Kraas is, die eigenlijk een gesprek probeert te voeren met de gepeste en iemand die gepest wordt. Als leiding zet je er niet bij van, je mag dat niet doen en al, maar je probeert wel samen tot een oplossing te komen. En het komt eigenlijk op neer dat zij vooral praten en zij vooral discussiëren met elkaar. En dan kan er soms inderdaad een keer hard aan toe gaan. En dan ja, zeg ik soms zo, als Frank Kraas moet je dan ook zo een keer zeggen van, kijk, zeg dan een keer opnieuw, een beetje rustiger of zo. En als je ze echt kan laten praten, merk je ook wel dat degene die pest wel, dat echt de volgende zondag wel rekening mee houden. Zo. Die weet wel, kijk, inderdaad. En zou je dit jaar opnieuw meedoen? Of zou je andere Giro's aanraden om mee te doen om die prijs ook te halen? Ja, ik zou zeker aanraden voor andere Giro's dat ook eens te doen. Nou, het is natuurlijk wel een mooie reclame. Oké, merci voor dit gesprek. Hopelijk dat de corona bijna gedaan is, dat je weer echt Giro kunt geven. En veel succes nog. Top, bedankt. Ja, merci. Heel erg bedankt.